kijken of we kunnen bowlen. De tweede keer, want we zijn komen kinderen. Miss Girl Hockey heeft pijn omdat ze zwanger is. Ik heb zo fucking veel buikpijn. Dat je zwanger? Ja. Who's the father? Ja, inderdaad. We gaan binnen. Ze gaan kijken of er plaats is. Er was er geen plaats, ze is gaan huilen. Ja. Deze keer ga ik... Maar stop, pas niet meer. Deze keer ga ik winnen en niet verliezen. Maar stop, die geest aan met je gooien. Ik was net zo. Er gaat iemand finishen en dan zijn we aan de beurt. Lotte heeft net alle namen opgeschreven. En ik heb gevraagd voor haakjes. Ja. Moet je ook iets zeggen? Ik ga winnen deze keer en niet verliezen. En de eerste keer is het gewoon een goede ronde. Oké, top. Nathalie, wie gaat er dit potje winnen? Wat? Wie gaat er winnen met bowlen? Ik wil maar net vragen. Lotte. Dat is duidelijk. Die vertrouwen in Lotte, niet in mij. Nee, echt. Ik ben wel kent dik, hè. Die gaat winnen. Die moet strijd gooien. Nee, ik heb de vorige niet. Ah. Ik ga strijd gooien. Die gaat strijd gooien, want de vorige keer dat ik 33 heb. Schoenen. En nee, maat is er niet. De vorige keer had ik 33. Ik neem 39, slot. Dat is een beetje groot. Ik neem 34. Lieve, kijk. Ik moet sowieso een paar maten kleiner nemen. Ik neem 34 ook. Ja, ik heb 34. Normaal moet de sokken aan doen, maar we zijn echt te lui voor. Dus we doen maar zonder sokjes. Ik wil mijn onderbroek niet filmen. Ja, dat doen we niet. Kijk onze prachtige schoenen. We gaan beginnen. Here we go. Praat over wie. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Praat over wie. Oké, laat een commentaar geven. Oké, mijn baas. Hey man, hij doet in de plaats van Lotte. Nee, wacht. Dat was niet zo goed, hè? Nu gaat hij de tweede worden. Maar hij gaat het halen. Maar papa! Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Holy! Nu is het mijn beurt! Ja, even kom. Go Noorali! Go Noorali! Doe anders nog harder! Ik ga even makkelijk in. Dat was niet goed, hè? Oranje ballen zijn weg. Wacht dan. Zou ik stiekem met die andere mensen die oranje ballen pakken? Ik heb die nodig. Maar wacht gewoon even. Er is er maar één voor de twee. Ja, er is er toch één? Ik ga één voor de twee. Oké, go Noralie. Maar Jezus Christus, geeft het gaten te maken hier. Doe maar goed dan, doe maar, doe maar. Ja, dan. Dat was ernaast. We nemen een vlog over. Maar ik wil echt die oranje bal gaan stelen. Maar die gaat nu gooien met die bal. Ik heb maken. Niks gezegd. En nu is die aan de beurt. En dat is deze. En dan ben ik. Dit is Lina beurt. Lina is een bal van 7 kilo, die is lichter. Deze is licht. Ja. Hoi Nathan. Ik ben chef. Oeh, hoi chef. Daar is Lien. Daar gaat Lien. Dat ik niet weet. Hoi, dat is hard. Je hebt goed gewicht. Heel hard. Ja. Je moet zo doen. Je moet de bal. Lotte, goede uitleg. Ja, ik ben pro bowler. Wie was er vorig jaar gewonnen? Ik. Wie was er vorig jaar? Ik. Dat telde niet. Ik was er 99 punten gehaald. Ik. Ja. Goed, goed, goed. Nu is Nathan's beurt. We gaan kijken naar Nathan. Here we go! Nathan gaat gooien, of ja, chef gaat gooien. Oeh, die is wel in het midden. Ah nee, toch niet meer.
8, ik dacht 9. Ik zou iets gaan laten om te winnen. Dat zou wel cool zijn. Je hebt tot nu toe wel de meeste punten. Goed spel. Nee, precies spel. We gaan kijken. Go Nathan. Oh my god. Nee, net na. Wow. Heeft 9 kegels om. En hier gaat jullie weer. Hij gaat het gooien met een 10 kilo bal. We gaan allemaal hopen dat het misgaat. Hopen! Hopen! Oh, daar gaat de bal. Die gaat heel scheef. Maar hij heeft wel veel omgegooid. Hij heeft 6 kegels omgegooid. En zegt dat het beter gaat. Dus we gaan kijken naar zijn tweede poging. Aline is zo stilletjes. Ja, ik ben zo mijn ik ben zo in mijn hoofd aan het optellen hoe die bal gaat gaan. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Wow, 8 kegels om. Hier gaat Lotte. Goed zo. En kijk, hier zijn ze lekker aan het spelen. Lekker, heel lekker. Ja. Maar zo een close-up van uw gezicht. Hier een close-up. Bye. Een close-up van Julius. Julius. Nee, niet doen. Een Lotte. Oh. En daarnaast. Hey, kom op. Dit is mijn beurt. Oké, hou de kijkers van de gaten. Praat bedoel ik. Oké, dus nu gaat Marleen. Hopelijk gaat ze falen. En, maar ja, hey, jongens, ik ben bevallen. Dit is mijn kind. Hallo kind, wat is je naam? Ik ga niet falen. Marleen, haar tasje. Oh, go Nolly! Twee nog over! Nolly, zeg die de kijkers. Ja, ik ga vol. Want jij moet nog gaan. Maar ik ga winnen, kijk die. Bro, ik had 2 meer kijkers dan goed zeggen. Maar hé, hey, deze beep staat in mijn beeld. Ze heeft een strijd. Spaar! Oh, ik wil een spaar. Kijk, kijk, kijk! Spaar! Ja, mooi, goede! Nu is het Lina beurt! Oké, Nathan gaat voor Lien filmen. Oh, is het perfect? Oh! Oh, goed, Lien! 2 open! Nee, 2 open! Yes! Huh? Oké, okay, die de tweede keer. Daar gaat hij! Oh nee, ik heb mis. Dit is een naam. Haha, dit is echt. Ik ga de camera onderuit aan het hand. Oké, we nemen het weer over. En hier is Julius. Ik heb spel gegooid! Ja! Maar we zullen nog wel zien, ik ga strike gooien. Oké. Lotte bent het niet eerlijk. Noralia, je wordt in de goal. Ik ga dat een strike gooien. Ah, Lotte gaat. Nee, Lotte niet. Ah, jawel. Lotte gooit voor zijn tweede keer, voor de eerste keer. Oh, ik dacht even dat iemand anders aan de beurt was. Kan niet. 8 kegels. Ik dacht even dat Lotte of zo aan de beurt was. Maar Lotte is nog aan de beurt. Dus sorry daarvoor. Laten we het gooien voor de tweede keer. We gaan kijken. We gaan kijken. Hier gaan we. Ja, 1 kegel om. Hier gaat jullie dus weer. Oeh, wees een beetje.
beetje teleurgesteld. Oké, het is weer mijn beurt. Ah, hier ben ik. Rolly gaat de 10 pakken, ik weet dat. Rolly gaat de 10 pakken, 10 kilo. Ik moet vieslek pakken. Ja. Kom maar, Rolly. Hoor die bal niet zo. Les. Goedje. Goedje. Ze heeft er 5, dus 10 punten erbij. Oh, maar die is ver. Oh, die was echt. En nu gaat ze messen. Nathan en Lindy komen ze niet meer bij ons in. Oh, Noraly! 1. Het zijn 24 punten. Nee, ik heb 28 punten. Ik haal die makkelijk in samen. Ik ook, ik haal die nu zien. En ik sta op kop met 28 punten. Ik haal die allemaal. Daar gaat ze. Is goed. Goed zo! Wie is nu aan de beurt? Ja. Nathan, de chef is aan de beurt. Heb ik chef aan? Oké, okay, chef is aan de beurt. Wij staan hier toe te kijken. Ik wil eigenlijk een strijd. Daar gaat hem. Wie daar is gevallen? Ja, ik kan het niet. Ik moet hem. Boom! Wat is Lotte? Heb je dat gehoord? Kom weg dan, bitch. Kom dan echt. Ik zie je hier geweest. Je bent een influencer. Ja joh, ik heb 28 abonnees op YouTube. Proficiaal. Hoe ver ga jij dan? Ik heb 140. Ik ga draaien. Ik sta nog steeds. Oh, goed gedaan. Hier gaat jullie het weer. Wow. Oeh. Goed zo, gaat evenveel punten als mij. En nu gaat Lotte gooien. Of ja, Kelly. Daar gaan we. Oeh, die worf was mooi. Ze is een beetje sad. En Lien staat hier. Ja, ik sta niet laatste. Dat is hoe trots ik ben. Hoeveel punten heb je? Eigenlijk ben ik wel laatste, maar ik ben nog niet geweest daarom. Ah, ik ben ook nog niet geweest, dus je staat niet dus. Oké, okay, het is mijn beurt. Ja. Wie wil er filmen? Een van jullie twee. Of? Ja, geef maar aan mij. Ik ben de influencer. Ik heb ook 6 gevoerd. Ja. Oh, welke bal pakt ze? Oh, deze bal. Dat is 10 kilo. Mijn schoen is kapot. Ik ga close-up filmen. Het is zelf voor jou. De bal eens kijken. Oh, dat is een beetje mis, ja. Kootje. Welke bal neemt ze nu? Oh, 8 kilo. Dat is een beetje slechte keuze, sorry. Welke bal neemt jij dan altijd? Ja, goede keuze. Ik heb maar 3 bal overgegooid. Ik heb maar 3 keer op overgegooid. Holy. Net er mis. Net er mis. Zo slecht. Ik film me maar. Ik heb zo weinig punten nu. Oké, ik zal ook een close-up filmen voor jou. En welke bal neem jij? De 7. Een prachtige close-up van Lien. Kijk, hier gaan we. Kijk, hier gaat Lien. Lien is aan het concentreren. Deze wel, die is te zwaar voor dit. Je hebt ook maar 3 ballen omgegooid. Oké, jongens. Vergis me de hele tijd. Ik hoop dat je er nu ook maar 1 omgooit. Ik gooi ze allemaal om. Dat is het. Ik heb een sper, denk ik. Oké. Ik zal je applaudisseren als je een sper krijgt. Geen enkele bal, geen enkele kegel. En wat heb je daarop te zeggen? Lien is kwaad. Ja, ja, Nathan is. Wil je ook een close-up, Nathan? Wat? Wil je ook een close-up? Oké, okay. We gaan naar Nathan een close-up. Hier gaat hij.
Wow. Oh, damn. Bijna strijk. Je bent zo goed bezig, Nathan. Ik hoop dat je spaar gooit. We gaan kijken. Zou hij spaar gooien of niet? Daar gaat hij. Oké, nee, die gaat helemaal naast. Maar hij heeft wel 9 punten. Oké, hij staat op kop. Nathan, je staat op kop. Je staat eerste, want ik ben tweede. Je staat eerste. En jij staat op karm, je staat laatste. Ja. Ik moet toch gewoon erin komen. Ja, jij gooit toch wel strike. Ja, ik gooi een beetje. Nee, hij heeft strike. Dat staat wel in je beeld, hè, op karm. Gooi niet. Heel strike. Lotte! Ik heb gewoon tennis kijken, maar het is oké, kijk jij maar tennis. Ja, ik heb tennis kijken. Kom, we gaan mee tennis kijken. Tennis kijken. Raadbalsporten. Wat zagen we? Lien, wie gaat eerst? Ik ga ballen reten. Oké, kom, we gaan ballen reten. Deze bal. Oh, een beetje zwaar. Dit is heel zwaar, maar goed om iemand in de kop mee te staan. En wiens kop wil je er graag mee aan staan? Oké. Okay. Ja. Volgende bal, deze bal. Is dat 6 of is dat 9? En hoe is die? Ik heb een 6. Oh ja, het is mijn beurt. Oh ja. Ja, je mag deze bal gebruiken. Oké, ik zal die bal gebruiken. Kom switchen van dingen. Weer een close-up. Omdat je slechter in het daarom. Nee. Hé. Gootje. Kijk naar het coole systeem dan. Oelala. Ik ga deze lichte bal gooien. Die is te licht voor u. Dat is 7 kilo. Dat is te weinig. Nee, ik ben te zwak. Maar gooi die bal anders, hè. Oh nee. Eindelijk is een goeie gooi. Ik ben boos op u. Een goeie worp. Ik sta op kop. Ik sta op kop, maar jullie moeten gooien. Dus waarschijnlijk gaat jullie op kop staan. Oh, met een strijkje. Tenzij je 1 kilo omgooit. 1 kilo. Nee, dat gaat niet gebeuren. En nu is niet filmen. Dit op een strijk. Oké, Lien gaat een strijk gooien. Zo moet je op beeld hebben. Ja. Wow, ik vond spijt gooien. Oké, daar gaat Lien een strijk. Hey, dat is een goeie, hè? Dat is een goeie. Ah, misschien iets harder en had je misschien een strijk. Misschien een spaar. Kan dat? Nee, dat kan niet. De meisje Nathan heeft spaar gegooid, maar die hebben geen bordjes. Oh, wat dan? De meisje een paar bowlingbanen Nathan heeft spaar gegooid zonder bordjes. Oeh, zeil! En daar gaat Lien met haar spaar. Ze gaat een spaar gooien, hè? Oh nee, daar gaat er weer direct tussenin, hè? Nee, dat denk ik niet. Jawel, kijk. Dat was er niet tussenin, hè? Dat was ernaast. Het is een gootje en de kegel. Next persoon, Natalletje, je bent. Wat zeg je? Als ik de eerste keer één gooi, kan ik de tweede keer nog een lessen. Ja, dat is waar. Hier gooi Nathan. Net geen spaar. Daar is Tommeke weer, Julius dus. Hij heeft er net strijk gegooid. Dus waarschijnlijk krijgt hij nu weer heel veel punten. Oh nee, ik sta tweede. Dan word ik derde. Want jullie krijgen dubbele punten. Ik wil jou inhalen. Ik ben goed. Ik ook. Nee, ik ben veel beter. Want ik heb wel spaar gegooid. Ik gooi bijna uit de spaar. Zie je? Zie je niet. En trouwens, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En kijk deze video een dikke duim omhoog. Nee, echt goed. En stop en... Hier gaat jullie dus weer. En sorry voor de lange video, maar het is gewoon leuk om te vloggen. Jullie hebben 52 punten over. Dit video is van je video. Oké, doe maar. Vet. Lotte is het laatste. Ik ga aan je vlogmaak maken. Ja, oké. Julius, ik maak een comeback voor jou. Oké. Lotte is zwanger. Nee!
dat is kei mooi. En wat zijn jullie hier gezellig bezig? Nathan, wat doe jij? Die probeert te winnen van mij. Ah, maar dat gaat niet lukken, of misschien wel. Lot is bang, maar ze gaat nu gooien. Here we go. Ah, die gaat nog vlog naast. Oh, gaaf. Hier, jij mag vloggen, wat is mee? Ik mag vloggen. Nee, zorg dat je niet voorbij de geluiding staat, anders horen ze niks. Hier staat de geluiding. Here we go. Je bent heel sus. Van mijn eigen wel. Oei, mis. Niet eigenlijk, als ik het zo... Oh nee. Jee, ik wil niet laten. Oké, wat wil je ervan zeggen, Lien? Oké, ze is boos en gaat weg. Ze gaat tegen de paal. Dat ging niet zo goed. Je ziet van wel mee. Dat kon ik even terug in de halen. Sorry, ik kreeg even een hoedeaanval. Nathan is er altijd voor. Ik sta derde. Ja, met 3 punten. Ik moet echt tweede worden, dus. Laten hopen dat ik het goed gooi. Niet een spare, maar, niet een, maar ook een strijd. Daar word ik ook blij mee. Maar ik moet er ook inkomen. Ja, nu moet er ook inkomen. Ja, drie rondes. Jullie, er is op het einde nog eentje omgevallen. Je hebt 8 kegels omgegooid. Ja. Ah, ik wist niet dat je het door had. Nee, ah, nee, 7. Maar uiteindelijk viel hij zo half om. Ja. En nog eentje omgegooid. Die ging door die kegel, mensen. Zag je? Ja, we zeggen het. Nu is het aan de beurt. Die kegel is handig. Mogen we uw hoofd gebruiken als volgende? Nee, dat is niet. Ja, je hebt een beetje gebruikt als volgende. Daar gaat Lotte. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ben Julius geen aanlaat. Ik heb een strijd. Waarom twerkt Julius altijd? Dat weet ik niet. Ah, we hebben net zo. Wat is dat bezig? Snoep mee, het been. Oei, ook haren. Hij kijkt op de steen als het beter had dan mij! Ah ja, go watch steken! Eén kegeltje op. Go watch nu ben ik! Ik ben aan de beurt. Peace. Pak, maar dat is niet een slechte bal, hè, Noralie. Wat zeg je allemaal? Slechte bal, dat denk ik. Niet zo kluis, hè? Je moet je een scheetje laten. Kijk. Goedje. Ik heb één kegel. Goedje. Denk je dat Noralie goed heeft? Wat doet jij? Nee. Oh, dat is gemeen. Ik heb maar één kegel om, dat kan toch niet? Dat kan wel. Ja, dat kan wel, want ik heb net gedaan. Hachi! Wat deed je? Nog één, nog maar één. Erdoor, erdoor, erdoor. Oh. Zeven kegels. Pak je gsm aan.
Ah nee, 6 kegels. Oké. Okay. Ik hoop dat later maar 4 kegels omgooit tussen de derde. Ik heb maar 1, ik voel het al. Oké, we gaan kijken. Ik ga even kijken. Oké, doe maar. Dit is goed voor je, hoor. Kijk eens! 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 Is het een meisje of is het een jongen? Dat weet ik nog niet. Ik moet nog laten. Ik moet nog laten checken. Heb je al namen? Ja, voor een meisje Lotte Junior. En voor een jongen, daar moet ik nog over nadenken. Sorry, daar moet ik nog over nadenken. Oké, okay, denk maar even na. Mijn baby beïnvloedt mijn bowlen wel negatief, want ik sta laatste. Af en toe deze bitch. En Lotte staat voorlaatste. Volgende keer speelde ze mij graag bij mij. Nu zijn de enige die mensen die een woordje kunnen maken. Shut up. Oké, zij gaat spreken bij wie dit kan. Wat keer ze nu nog net een woordje om zebra? Kom dan later ernaast gooien, dan zijn we gelijk. Nee. En het spel. Nou, ze heeft er nog één gegooid. Ik heb er één gegooid. Oh. Oké, okay, tot nu toe sta ik daar. Dat is ook een mooie plek. Waar gaat Julius? Daar gaat hij lekker. En de muziek is gone. En die is weer bed. Mensen, ik heb mijn tweede sper gegooid. Kijk, de tussenstand. Gewoon, dikke sper. En hier gaat Lien. Boom. Oké, Nathan, absoluut een close-up, want hij heeft sper. Dus hier gaan we kijken naar de close-up. Close-up van Nathan. Here we go. Daar gaan we. Oh, nee. Waarom? Eentje. Dat is echt heel sad, omdat je sper hebt. Daar heb je maar eentje omgegooid. Dat is heel jammer. Maar we gaan nu de tweede close-up filmen. Je kan wel Julius inhalen en eerste worden. Ja, dit is... Julius heeft erin gehaald. De 3 punten meer. Here we go. Nu ben jij weer aan de beurt. Oké, okay, Julius gaat strijk gooien volgens hem. Gaan kijken. Nee. Oké, okay, mensen, ik sta momenteel tweede. En hier gaat Lien gooien. Kijk, dit is de stand. Ik ben echt trots op mezelf, maar later gaat het nog gooien. Dus waarschijnlijk gaat later me inhalen, dus dat ik derde. Maar dan hebben we een 10e ronde. En die moet ik echt winnen. Dus hopelijk gooi je dan spijn. En dan mag ik nog eens gooien. Oké, okay, Nathan is nog bezig met zijn voorlaatste ronde. En dan begint iedereen aan zijn laatste ronde. Dus ik ben nieuwsgierig wie dit spel gaat winnen. Oh mensen, sorry, ik ben eerste. Wow. Dan moet even een foto. Ik ben eerste! Oh my god, ik ben eerste! Ja, mama! Wow! Ik zie je zo'n TikTok door. Ik had blijkbaar het foutje doorgestuurd aan Lotte. Ik moet een TikTok doorsturen, maar ik had blijkbaar het foutje doorgestuurd. De video moet even terug naar mijn zwangerschap. Oké, okay, ja. Yeah. Who is the father? Dan yeah. Moeten we nog even... Ik zal zelfs even zijn vader revealen. Is jullie de vader? Ja, maar hij weet het nog niet. Oké. Okay. Baby daddy. Jullie is klaar met spelen en heeft totaal 21 punten. Lotte, kom wel. Oké, maar Lotte moet eerst een review doen over de vader. Of ja, de onthulling. Julius. Julius, kom eens.
Maar jullie zijn hier niet mooi in licht, hè, daar staan. Ja? Ja. Kom maar naast Lotte staan. Ik kan hier staan. Staat niet in beeld. Nee, je moet hier staan, naast Lotte. Staat niet in beeld. Ah, nu wel. You are the father from his kids. Proficiat! Niet steken, hè? Wanneer dan? Jullie vragen wanneer? Dit is waar van hier. Ja. Ik stel. Niet dat je vindt zo kapot. Heb je ook een gamepje, Lien, wat de kijkers mogen weten? Ik ben aan het verliezen, jammer genoeg. Maar. Nee, ik kan het heel goed doen. Oké. Nu is mijn laatste potje om te gooien. Wil jij filmen? Tuurlijk, van altijd. Oké. Punt hebben, dan kan het zijn dat ik tweede of eerste ben. Ja. Oh, die was niet snel. Ik heb wel sowieso minder dan 81 punten. We hebben de tweede of we hebben de eerste. Ik hoop op tweede. Go, Nora! Hier gaat Lien. Haar laatste woord. Dat is een goeie, hè? Maar misschien wordt je tijd nog spaar, hè, Lien? Wie weet. Nee. Wie weet. Niet te weinig zelfvertrouwen hebben. Een beetje meer zelfvertrouwen hebben. Nee, sorry. Jawel. Dat is een die bal gooien. Here we go. Het was zo wat nu een beetje aan mijn hoofd. Bijna, Sper. Oké, Nathan is de laatste persoon. Eens kijken hoe jij gaat spelen. Kan je mij nog inhalen? Ik hoop van niet. Oké, hier gaat hij. Kijken. Alsjeblieft, haal me niet in. Alsjeblieft. Nee. Ah, je mag geen Sper gooien, want dan kan je me inhalen. Nee, Nathan mag geen Sper gooien. Nee. Geen Sper. Want dan mocht je nog een keer en dat wil ik niet. Ja. Geen Sper alsjeblieft. Alsjeblieft, geen Sper. Ik heb gewonnen. Dit is de tussenstand. Applausje. En ik heb gewonnen. Ja. Oké, het bowlen zit erop, mensen. Nee, ik was niet laatste. Gaan we het heel doen? Ik kreeg mijn kat als gewoon. Oh, gaan. Ik heb dat schoenen nu. Hier is het windje. En we hebben ook lekker gegeten in het restaurant. Dit was een leuke afbeelding van mijn eten. En ze gaan nu afrekenen zodat we naar huis kunnen. En Lien en Lotte zijn te voet en wij lekker met de auto. Oh, moet je nog wandelen, Lien? Karim. Kun nog één iemand bij ons in de auto, als dat er te voet gaat. Nee, ik ben echt wel zin om te wandelen. Oké, ik heb echt iets met dit. Ik heb geen zin. Maar hoe vond je het bowlen? Ik ben blij dat ik niet verloren ben, dat is goed, dat is het. Hoe vond jij het bowlen? Heel leuk. Hoe vond jij het bowlen? Nu is gewoon weg. En weet je al een naam voor je kind, Lotte? Wat? Heb je al een naam voor jouw kind? Ja, het is een meisje, dat is Lotte Junior. Oké, top. Hey jongens! Nu lukt het met je schoenen. Ja, mijn schoenen zijn heel traag, daarom. Oké, ik ga echt wachten. Ik wacht gewoon. Ik hou van jou, Noralie. Ja, lief hè. Oh, die begon de deur voor ons dicht gedaan. Als eerste keer dat ik deze deur ga. Ja, dan kom je bij de toilet uit, heel prettig. Oh, iemand. Ja. Ik heb gewonnen, maar jullie was gewoon al bij, dus ik kon niet vragen wat jij van het bowlen vond. Maar dit was de video voor vandaag. Ja, heel leuk. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.